Dankzij het doelpunt van Gustavo Hamer kon PEC lang hopen op een punt tegen Ajax. Toch ging de wedstrijd uiteindelijk verloren, maar bracht het vertoonde spel uit de tweede helft veel vertrouwen. Ja, zeker. Het is echt gewoon vechtvoetbal wat we heel goed hebben gespeeld. Dus ik denk dat het gewoon heel goed was van het team. En ik denk dat we daar wel mee door kunnen. Ja, welke dingen uit die tweede helft kun je meenemen bijvoorbeeld? Ja, vooral druk zetten denk ik dat dat heel goed ging. Ik denk dat Ajax gewoon snel de lange bal ging spelen, omdat we daar goed druk zetten. Dus ik denk dat we dat wel goed kunnen en dat we dat ook kunnen volhouden. Als wij gewoon ons ding doen, dat we gewoon echt iedereen, we kunnen het iedereen lastig maken. We kunnen goed voetballen en zoals je ziet, als iedereen voor elkaar werkt, dan kunnen we het ook Ajax moeilijk maken. Dus ik denk dat vooral dat wij daaruit ons vertrouwen halen nu. En dat goede gevoel kan dus mee richting zondag. Maar dan gaat PEC op bezoek in Enschede bij FC Twente. Ja, zeker. Vandaag ook weer getraind en we proberen dat ook weer eruit te halen vandaag. Dus ja, ik denk dat we dat wel mee kunnen nemen, ja. Ja, laatste wedstrijden zijn voornamelijk fases die jullie goed uitvoeren. Maar er zijn ook wel momenten dat het wat minder is. Voor jullie misschien een kwestie van een fase langer volhouden? Ja, zeker. Maar je kan natuurlijk niet 90 minuten lang volle bak druk zetten. Dus dat weten we ook en dat kan geen enkele ploeg. Dus. Wij moeten goed als team de momenten vinden waar we goed druk kunnen zetten. Dat is het belangrijkste en dat zijn we nu hard aan het trainen. Dus daar kunnen we wel vooruitgang in boeken. Dus daar kunnen we wel mee. PEC Zwolle treft met promovendus FC Twente de nummer 12 van de Eredivisie. De ploeg met onder andere oud-Zwollenaren Wout Brama en Quincy Menig heeft 5 punten meer dan de ploeg van Stegeman. Ze spelen zeker als een Eredivisie ploeg, vind ik. Ze spelen echt goed voetbal, goede spelers en ja. Dus ik denk dat Twente uit wel heel lastig is voor iedereen. En ik denk dat het zullen twee goede voetballende ploegen zijn tegen elkaar. Ze hebben een paar spelers die wel echt goed kunnen voetballen. En het is ook een team, dus dat doen ze ook goed. Maar goed, ja, ze zijn inderdaad gepromoveerd dit seizoen. Dus het is voor hun ook wennen. Ze hebben een hele goede start gehad en daarna ook een iets mindere periode. Dus ja, wij hebben niet een hele goede start gehad. Daarna hebben we een betere periode gehad. Dus, ja, ik denk dat als wij gewoon volle bak geven, dat wij wel de betere partij kunnen zijn en kunnen winnen. Ik denk dat daar zeker waar ruimte komt, omdat hun ook willen voetballen, dan laat je automatisch wel wat meer ruimte, zeg maar. Dus ik denk ook dat wij dat ook gewoon echt moeten doen, want dan komen wij in onze kracht. En als wij lange ballen gaan spelen en dat soort dingen, dat is echt niet onze kracht. Dus ik denk dat wij daar kunnen voetballen en ook zeker gaan voetballen. Ja.